Vandaag is het Veteranendag Utrecht 2018. We zijn bij Villa Jongerius, waar het vandaag gevierd wordt. Het is ieder jaar een andere locatie. En dit keer is het het mooie pand, helemaal gerestaureerd. En we gaan eens kijken hoeveel mensen en wie er allemaal zijn om te spreken vandaag. Vandaag wordt de Veteranendag Utrecht georganiseerd. Waarom hier precies? Nou, Villa Jongerius is natuurlijk een pand met een hele rijke geschiedenis. Hier dit kantoor is net heropend en het is natuurlijk ook een tijd van defensie geweest. Dus daarom is ook een mooie link naar de doelgroep die we hier vandaag hebben uitgenodigd. Nou, is het vandaag Veteranendag? Is het nu een Veteranendag voor herdenking of is het een Veteranendag voor het samen zijn? Kunt u daar eens wat uitleg over geven? Nou, dat is het. De meeste mensen maken de fout om te denken dat Veteranendag om te herdenken is. Veteranendag is in het leven geroepen toen de tijd om de veteranen te eren. Herdenken doen wij op 4 mei. Dat doen wij heel landelijk, dat doen we plaatselijk. En Veteranendag, dat wordt dan nu ook plaatselijk geregeld, dat de veteranen bedankt worden, dat die worden geëerd, hoe je het maar wil noemen. En daarvan is Utrecht ook een eigen iets. Wat vindt u nou precies van zo'n Veteranendag die hier in de gemeente Utrecht wordt georganiseerd? Ah, dat vind ik geweldig, joh. Ja, prachtig. Je ziet weer kennissen van een jaar terug, of van 2 jaar terug, of van 3 jaar terug. En dan maak je daar weer een praatje mee. En dan heeft de een heeft een nieuwe heup gekregen en een ander die heeft wat een overledene. Elke keer is het weer een ander verhaal. Ja. Geachte aanwezigen, welkom op de Utrechtse Veteranendag. Goed dat u met zoveel bent gekomen. En ook welkom op het Jongerius complex. Wat vindt u nu het belang of het de zwaarte van deze dag voor de jongens die gediend hebben? Nou ja, voor de jongens en meisjes die gediend hebben, maar vooral jongens inderdaad, is dat ze met elkaar kunnen spreken. Dat ze van mij en dus van de samenleving respect krijgen. En dat ze de kans pakken, tenminste dat hoop ik, om gewaardeerd te worden en ook onderling elkaar te steunen. Daar gaat het me om. Het aardige is dat Utrecht nu de verbinding is en niet het jaar waarin ze gediend hebben of waar. Dat maakt het wel eens moeilijk. Met heel veel plezier doe ik dit, want jullie verdienen dit. U komt wel vaker op Veteranendagen, net zoals in Utrecht hier. Daar doet u wel vaker aan mee. Ja, ik ben een trouwbezoeker in Utrecht. Ik vind dat Utrecht het echt supergoed inregelt. We komen elke keer op unieke locaties. Ik bedoel, ja, de Villa Jongerius, ik was er nog niet geweest. Dat hebben we al gehad. Het stadskantoor in het Castellum vorige keer. Alleen dat is al een reden om te gaan. En ik ben ook wel fan van onze burgemeester, hoe die dat gewoon doet. En hoe die ons gewoon gepast in het zonnetje zet. Dus Utrecht kom ik altijd, ja.